moet eerst iets zo. Nou, goedemorgen allemaal. Ik doe even een zwemvest aan, want ik ga het water op met deze kano die hier ligt. En het idee is, ik ben hier in Gorinchem, dat ik over 4 dagen in Doornenburg ben. Dat is in de buurt van Arnhem, bij de Duitse grens. Met een kano ga ik dus in 4 dagen de hele Linge afvaren, want ik ben hier in de Lingehaven. Deze tocht is ook een soort sponsortocht voor mensen die zeggen, nou, goed gedaan Chris, ik wil je op de een of andere manier bedanken of laten merken dat je het goed hebt gedaan of zo. Nou ja, dat moet nog maar gaan blijken, maar je hoeft dan niet naar mij geld over te maken, maar ga dan naar rd.nl/kano en daar mag je geld overmaken voor een goed doel en dat is een kerkgebouw voor een christelijke gemeente in Jordanië. Die hebben dat heel hard nodig. Als ik op de een of andere manier daar iets aan bij kan dragen, is dat heel mooi. Nou, ik zit en we gaan nu maar varen met die meneer daar. Kijk eens hoe mooi weer het is. We zijn nu aan het beginpunt van de Linge. Ik draai even de camera naar de sluis. Hier begint de Merwede achter deze sluis. Hier begint ook de Linge. Dus vanaf hier gaan we starten. Ik heb geen idee hoe laat het is. 9:10 al. Nou, dat betekent dat we snel door moeten. Ik zet de camera weer aan en dan gaan jullie het zien. 1, 2, 3. En zo meer dan 100 kilometer lang. Gorinchem is echt een mooie binnenstad met dus grachten en bruggetjes en we zitten onder de A15 en onder de Betuwe-lijn. Kom ik nu onderdoor. We zijn bijna, het is 10:00. We zijn bijna in Kedigem. En eigenlijk had ik daar eerder moeten zijn, maar goed. Nou, ik ben nu in Kedigem en er staan allemaal mensen met vlaggetjes en zo. Ik heb het idee dat ik daar moet zijn. En dat is de familie Den Besten, of in ieder geval Anja Den Besten. Daar heb ik net ook even mee gebeld dat ik eraan kom. Die staan hier te wachten. Het is toch schitterend. Goedemorgen! Zo, hallo! Even kijken, dit uitstap is altijd een... Moet ik helpen? Moet ik iets vasthouden? Of, Nee, ik vind dat ik het zelf moet kunnen. Eerst iets zo. Zo ongeveer. Yes! Ik ben hier dus bij, even kijken, Anja. Sonja was een iemand en die andere? Gerdine. Zij wonen hier in de buurt, in ieder geval van Kedigem. En mijn kano ligt hier. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien, ja. En hier is een hele appeltaart. Lekker hè? En die gaan we nu eten met koffie erbij. Heerlijk! Nou, houdt u het nog vol? Nou, het is zwaarder dan ik dacht. Ja, voor mij is het daardoor nog even te doen. Maar we gaan straks al zien hoe het vervolg gaat zijn. Ik heb nu heel veel zin in die appeltaart. Dit was Kedigem. De tent wordt afgebroken. De ballonnen gaan weg. Oh, die gaan aan de kano, denk ik.
Ja, en ik ga snel door naar Oosterwijk. Dat ligt vlak voor Leerdam. Ontzettend bedankt hier voor het regelen van deze stop. De mensen die daar staan hebben dat gefixt. Wij gaan weer door. Zou die ballonnen lek kunnen maken, want ze zitten vreselijk. Ze gaan helemaal onder water als je het tempo hebt. Oh. Okay, ik heb al geprobeerd. Die stellen mijn aanwezigheid niet zo op prijs, krijg het idee. Wat is het hier schitterend. We hebben net volgens mijn oom een zwarte stern gezien. Dit schijnt een mooie, bijzondere vogel te zijn. Het was een mooie vogel. En over de bijzonderheid weet ik nooit zo heel veel te vertellen, maar het zal wel in orde zijn. Zo, ik ben aangekomen in Oosterwijk, of recreatiegebied Galgenwaard heet dit, dacht ik. De Galgenwaard staat hier achter op een bord ook. En Janneke van Reenen staat daar in de verte met twee van de kinderen. En die hebben lekker koffie voor mij en ik kan even de benen weer strekken. Best een mooi plekje hier zo. De eendjes. Wat vinden jullie ervan? Mooi hè? Ik doe dit weer aan. Het is tijd om door te gaan, want het is al 12:15. En we moeten in Leerdam ergens gaan eten. Dus, mijn telefoon gaat hierin. Mijn zonnebril, nou, die verstoppen we even hier. En ik ga weer in die boot zitten daar. Goeiedag. Hoeveel kilometer ga je dan? Ja, in totaal is de Linge 108. Oh, 108. Ja, maar ik mag er tot vrijdag over doen, vrijdagmiddag. Dan ga ik vanavond. Jawel. Ja. En ondertussen heb ik gewoon slaapplekken geregeld en zo. En, ja, bedankt hoor. Doei. Oh, daar heb ik zin in. Een duik. Ja, ik ook mee. Zou ik dan hier vast een hand geven? Ja. Hey, goede reis. Ontzettend bedankt. Ja, dat was heel gezellig zo ja. Samen. En goede reis. Dank. Tot ziens. Insgelijks. Ja. Hallo jongen. Yo. Meester de Waal, hè? Ja, ja. Van der Waal. Ja. Kijk aan. Hier is de Linge en mijn boot ligt daar aan de waterkant. Daar woont de familie Van der Waal. Daar heb ik gegeten. En nu ga ik door naar Marieke Kortleven. Die woont hier 3 stappen verder. En bij haar ga ik nog even het toetje eten, zeg maar. Dus daar ga ik nu heen. Ik loop door Leerdam. Achter mij loopt iemand. Dat is Marieke Kortleven. Daar heb ik net even koffie gedronken en koekjes. Ik heb hier nog koekjes in een zakje. Die eet ik straks wel op. En nu ga ik even mijn accu's en zo weer ophalen bij de familie Van der Waal. Die liggen daar nog. En dan ga ik weer de kano in. En ik denk dat dit dan het einde is van aflevering 1. Dus ik zie jullie volgende week weer. En dan zien jullie hoe ik het verder volbreng, deze tocht. Tot dan! Zo! Nou, kijk aan, de tent staat.